Gisteren nog een plaatselijke wolkbreuk in het zuidwesten van Brabant. Vanavond ook in het zuidwesten een paar regen- en onweersbuien op een storing. Foto vanuit Zeeland, vanmorgen al opkomende bewolking. En ook vanavond laat, rond de klok van 11 uur, ligt er nog een storing boven het zuidwesten. Met wolken en een paar regen- en onweersbuien. Hier het Engelse weermodel, de bewolking die erbij hoort. Het Europese weermodel en hier het Hirlandmodel. Nou, je ziet vooral hier in het zuidwesten boven Zeeland wolkenvelden terugkomen met een paar plaatselijke onweersbuien. Maar de zwaarste en meeste buien nog net ten westen van Zeeland boven het zuidoosten van Engeland. Nou, hoe dan ook, in een groot deel van Nederland zal die totale maansverduistering wel te zien zijn. Maar in het zuidwesten van het land dus meer wolkenvelden. Dit is dus om 11 uur vanavond. Nou, de droogte die houdt aan, want die paar plaatselijke buien, ja, die doen eigenlijk niks af aan het neerslagtekort, het extreme neerslagtekort, het landelijke neerslagtekort. En morgen gaat er op vrij grote schaal wel regen vallen, maar ja, ik denk maar aan 2 tot 10 mm regen. Dus dat is lang niet genoeg om dat neerslagtekort op te heffen. Nou, hier dan die wolkbreuk van gisteren in Roosendaal, is hier goed terug als je kijkt naar de cumulatieve radar. Dan moet wel zo'n 40 à 50 mm regen gevallen zijn. En dat in korte tijd. Nou, we hebben de beelden kunnen zien, kunnen volgen via Omroep Brabant. Maar ook elders in het zuiden van het land, tot aan het rivierengebied, wel een paar forse buien. En morgen dus op vrij grote schaal, ja, een gebied met regen en onweer. En daarna wordt het weer droger. En dat zien we ook terug in de neerslagpluim. Hier dan de storing van morgen. Meer dan 60% kans dat het in het midden van het land gaat regenen. Zondag overdag droog, maar in de avond kan er een bui vallen. Ook maandag, deels dinsdag, zo'n 60% kans dat er in de beeld een bui valt. En op lange termijn is de neerslagpluim vrij droog. Want dit stuk van de neerslagpluim geeft aan dat het droog blijft later volgende week. En dit zijn een paar lokale buien die zouden kunnen vallen in het midden van het land. Maar over het algemeen krijgen we weer de invloed van het Azoren hoge drukgebied. Nothing new, ik laat het je zo zien. En de hitte is voorbij, de extreme hitte. Hier de piek van vandaag. Morgen zitten we onder de 25 graden in de beeld, want dit is de 25 graden grens. En de dagen daarna wordt het toch weer wat warmer. Temperaturen rond of iets boven de 25 graden in het midden van het land. Heerlijk zomerweer toch? En ook de nachten zijn minder warm. Koele nacht is de nacht naar zondag met misschien 12 graden. Dus morgen nacht. Nou, en later in de week zijn er mogelijkheden voor temperaturen die, nou, net is onder de 25 graden uitkomen met een westelijke wind of misschien wel weer een noordenwind. Is ook wel weer mogelijk. Komt allemaal door het Azoren hoge drukgebied. Nou, eerst nog even het neerslagtekort. Nou, over 15 dagen tijd gaat dat in de richting van 300 mm om in de gaten te houden. En op zondag zien we hier een lage drukgebied op de oceaan, een hoge druk boven Rusland. Maar de lange termijn laat weer dat Azoren hoge drukgebied zien. Er komt weer die uitloper aan. Maandag nog niet, maar vooral dinsdag. En vooral ook woensdag en donderdag. Uiteindelijk zien we in het gemiddelde van de 50 berekeningen een hoge drukgebied ontstaan bij Bretagne, Frankrijk. Donderdag, volgende week donderdag. Bij ons blijft het dan wederom droog. En met wind uit richtingen tussen west en noord zal het niet heet worden. Maar dus wel weer erg droog. Dat is het en dat blijft het. Bedankt voor het kijken en een goed weekend.